Nou, Maurice de Hond deed gisteren weer een politieke peiling en constateerde dat BBB, de eenmansfractie van Caroline van der Plas, de VVD tot één zetel is genaderd. Maar ook peilde hij het vertrouwen in ministers en fractieleiders en dat gaf verrassende uitkomsten. Hij gaat ons meenemen door de peiling die hij onlangs heeft gedaan. Ja, de peiling is vrijdag en zaterdag uitgevoerd. Ongeveer 4500 mensen hebben meegedaan. Een steekproef, representatieve steekproef. En 2 weken geleden stond de BBB op 18 zetels. Inmiddels is dat 20. En dat is nog maar 1 achter op de VVD, die op 21 is blijven staan. Ja, dat is natuurlijk ongekend van een partij die op 1 zetel begon. Trouwens, 4 jaar geleden, dus ook in de zomer van 2018... ook 8, 9 maanden voor de verkiezingen, stond Vorm voor Democratie toen ook al op 16 zetels. En die begon met 2 in de Tweede Kamer. Nou, dat is BBB nu zeker ook erg aan het stijgen. En ook andere resultaten die we direct even gaan doornemen, die geven aan dat er behoorlijk wat aan de gang is binnen de bevolking. En dat met name natuurlijk de onderwerpen stikstof en boerenprotest, ja, ook best een rol speelt en ook wel behoorlijk polariserend werkt. Zie jij BBB ook nog wel de grootste worden? Nou ja, dat weet je niet. Maar ze hebben natuurlijk wel een arsenaal nog uit de andere partijen die kan. De grootste is trouwens een betrekkelijke, want na de volgende verkiezingen is GroenLinks en de Partij van de Arbeid samen. En die staan op dit moment in Tweede Kamerzetels op 25. Dus als je praat over de grootste, dan moet BBB ook nog groter worden dan die combinatie. Ja, en toch zijn er ook andere peilingen die hele andere cijfers geven. Hoe kan het zo zijn dat BBB bij jou zo hoog uitvalt? Nou, er zijn 3 peilingen die ook nog uitkomen. Maar eentje is pas in mei laatst geweest. De andere is van INO. En die daar zijn we redelijk gelijk. Maar hun laatste cijfers waren van 10 en 11 juni. En dat was voor de ontploffing rondom stikstof. Dus ik taxeer, die komen binnenkort met cijfers en die zullen dan ook die grote stijging laten zien. Wel een peiling is geweest van Ipsos, die de BBB op 12 had en de VVD op 29 of zo. Maar als Ipsos een goed bureau en doet ook goed de exit polls. Maar bijvoorbeeld bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2019, waarvoor hem net groter werd dan de VVD, gaf Ipsos een week daarvoor de Vorm van Democratie, stond 10 zetels lager dan de VVD in Tweede Kamerzetels. Terwijl ik rondom die verkiezingen heb gezegd dat er een reële kans was dat Vorm de grootste zou worden. Dus ze hebben bij Ipsos, en dat is door de jaren heen, eigenlijk de nieuwe opkomende partijen doorgaans een stuk lager dan ik het heb. Een exit poll is ook wel weer wat anders natuurlijk, want dan monitoren ze ook echt die stemmen. Ja, natuurlijk. Nogmaals, het is een goed bureau, maar als je naar hun cijfers kijkt, dan zijn ze, ook als je het vergelijkt met INO, wat cijfers zijn die dichter bij de mijne zijn, zijn er duidelijke verschillen. En dat zit bij Ipsos vaak wat structureler in die cijfers. Bij de Tweede Kamerverkiezingen trouwens merk je vaak dat de grotere partijen trekken naar het vorige resultaat. Dus de VVD, die staat bijvoorbeeld nu dus bij mij op 21 zetels. Maar als de Tweede Kamerverkiezingen waren, zoals bijvoorbeeld ook in 2021... dan trekt zo'n partij, omdat het dan ineens gaat, wordt Rutte premier of niet. Ja, ja. En dat is een wat andere vraag dan nu. Op welke manier steun die partij? Bij Provinciale Statenverkiezingen gaat het niet om wie dan premier wordt. En dan kunnen kiezers veel meer stemmen op wat ze op dat moment van de partij vinden dan wat wil ik, welke regering wil ik, want de Provinciale Staten maakt dat niet uit. Ja, ja, ja. En daarom is ook Forum destijds net de grootste geworden in 3 jaar geleden. Is het knapper van BBB nu dan FVD toen, omdat er nu ook veel meer conservatieve partijen zijn, zoals J21, BVNL zie ik nog staan, daar gaan ook nog wel wat mensen zijn. Nou ja, er is blijkbaar ook meer arsenaal aan mensen, maar ik denk wel dat het knap is wat zij doet. Omdat ze, als ik het vergelijk met de andere partijen, ze trekt toch ook wel. Ik heb zelfs ruim een zetel zien gaan van D66 naar BBB. Nou, dat vond ik toch wel heel bijzonder, om dat ook daar te zien. Dus ze trekt wel meer rechts, VVD en rechts ervan. Maar ik vind op zichzelf knap hoe ze dat doet. Dan zeggen mensen, ja, maar ze moet nog wel eerst in al die provincies vertegenwoordigers krijgen. Wat inderdaad moeilijk is. Maar ja, ook met Forum, die werd de grootste. Terwijl niemand wist welke vertegenwoordigers in de provincies precies waren. Nou, de Eerste Kamer ook niet. En je ziet wat er van gekomen is. Maar okay, dus bij al die figuren toch? Want dat heb ik wel eens een paar keer gezegd hiervan. Stel, dit wordt de realiteit, hè, wat jij zegt. En dat vind ik heel erg realiseerbaar.
dan ja, is er geen enkele partij geweest in de afgelopen 20 jaar die dat tot een succes heeft laten komen. Zoals Fortuyn, FVD, PVV, noem hem op. Ja, maar goed, maar dan praten we over een ander punt. Maar wat het dan is, als de verkiezingen eenmaal geweest zijn, ondanks dat de partij groot is, komen ze niet in de regering. Mm. En ze blijven dus in een oppositie. En wat je vaak met die partijen hebt, omdat er ook redelijk wat avonturiers naartoe komen, zie je ook binnen die partijen toch behoorlijk wat interne strijd en afsplitsingen enzovoorts. Mm. En dat is wel vaak het probleem die partijen hebben. Ja, het zou bij BBB ook weer kunnen dan, in de Eerste Kamer. Ja. Maar ik heb nog veel meer. Ja, ik heb een overzicht. Ik heb bijvoorbeeld gevraagd, heeft u begrip voor de protest van de boeren? Nou, dan zie je dat 52% van de Nederlanders begrip hebben en 48% niet. Maar dan zie je ook aan deze grafiek, hoe aan de rechterkant zie je dan partijen met 95-98% begrip. Forum, PVV, BBB. Ja, 21 wat minder. Maar aan de linkerkant zie je D66, GroenLinks, PvdA. Gewoon tegengesteld. Maar in het midden zie je met name CDA en VVD. En die hebben dus behoorlijk problemen, omdat ze over dat onderwerp dus aan de kant staan van de regering. We gaan dit doen. Maar hun electoraat staat daar helemaal niet zo om te juichen. En je ziet bij CDA aan de rode balk, dat zijn de mensen die CDA hebben gestemd bij de Tweede Kamerverkiezingen. En bij de groene balk is wie op dit moment CDA stemmen. Dat was van 15 nu naar 6 zetels. Ja, ja. Maar dat betekent wie ze vooral kwijtgeraakt zijn, zijn de mensen die tegen de plannen zijn en de boeren wel begrip voor hebben. En dat betekent dat binnen dat kabinet grote problemen zijn, omdat je ook niet het gevoel hebt dat ze in zo'n situatie ook nog tot compromissen kunnen komen. Juist omdat D66 aan die kant staat en CDA en VVD ja, ontzettend veel last hebben van die kwestie. Dat je ook denkt van, als daar geen compromissen op een of andere manier komen, hoe zouden CDA en VVD nog in de komende 8 maanden electoraal weer een wits kunnen halen? Mm. Nee, ze hebben eerder kans dat het nog minder wordt. Ja, bij VVD en als je dit zo ziet en dat het zo rommelt tussen al die partijen of binnen al die partijen, denk je dan dat de coalitie het gaat halen tot het einde van de periode? Nou, dat is ook. De volgende vraag gaat over, heeft u vertrouwen in de regering? Naar het huidige stemgedrag. Het cijfer tussen 1 en 10 is gemiddeld voor Nederland 3,9. Dan zie je de twee, VVD en D66, net al voldoende. En bij ChristenUnie en CDA zie je het al bij 5,5. Nou, bij Forum, bijna iedereen gaf een 1-1-1. Dus dan zie je aan de onderkant. 3,9 uit 10, begrijp ik. 3,9 uit 10. Ja, maar ja, het is een 10-puntschaal. Maar het interessante is, ik heb ook gevraagd, wilt u dat ze de rit volmaken, dus tot de 2015? Mm. En dan kom ik maar tot 32% van de Nederlanders zegt van, ik wil dat het kabinet de rit volmaakt. Dus ook bij de partijen, de kiezers die de regeringspartij steunen, is dat ook niet echt. 90% is dat ik hoop dat ze het volmaken. En ook aan de vraag, denkt u dat ze het volmaken, zegt ook 33%. Ja, ze zullen het halen, maar de rest niet. En ik denk zelf, maar daar komen we ook direct nog op, als we over de Eerste Kamerverkiezingen gaan kijken en wat er daarna gebeurt. Maar we hebben nog even het vertrouwen ook in de ministers. Dit zijn de kabinetsleden. En daar is het opmerkelijke, de bovenste twee, Dijkgraaf en Kuipers. Dat zijn mensen die ook buiten de politiek bekende Nederlanders waren, met een bepaalde statuur. En die scoren het hoogst. En onderaan op dit moment staan Rutte en Kaag met een 3,5. En Rutte en Kaag hebben allebei nog nooit zo'n laag cijfer gehad. En Rutte meet ik al bijna 12 jaar. Dit cijfer heb ik nog niet eerder gezien. Ook daar zie je bij de verschillende partijen, ik bedoel de VVD-kiezers van dit moment, die geven hem best nog wel een redelijk cijfer. Ja. Maar niemand krijgt er voldoende bij jouw peiling. Ja, maar dat is ook moeilijk. Want als je zoveel mensen hebt die maar een 1 of een 2 geven. Ja. Ja. Ik bedoel, het is iets anders dan in een klas waarbij. Ja, maar hoe moeten we dit dan lezen, Maurice? Dus, hoe moeten we dit dan lezen? Nou ja, het niet alleen deze cijfers, maar het is ook interessant hoe het per politieke partij is. Want ik heb bijvoorbeeld ook naar de fractievoorzitters. En daar zie je Omtzigt heel hoog en dan Van der Plas. Maar je ziet bijvoorbeeld Sophie Hermans. En onder de 3. Onder de 4. Maar wat is interessant, als je daar kijkt wat de VVD-kiezers van zeggen, die geven net maar een 6. Mm. Terwijl bijvoorbeeld er ook fractievoorzitters zijn met meer dan 8
bij hun eigen aanhang. Ja, ja. Maar zelfs bij de eigen aanhang scoort dus Sophie Hermans en trouwens ook Heerma net maar een 6. En dat zijn niet de mensen die toen gestemd hebben. Nee, die nu zeggen, ik zou nu VVD stemmen. En die geven dan 6,1 gemiddeld aan Sophie Hermans. Dus je ziet ook, door dit soort extra analyses, en die kan je op mijn website vinden, maurice.nl, want ik heb per partij het allemaal uitgesplitst, zie je hoe fundamenteel de problemen electoraal beginnen te zijn voor met name CDA en VVD. Ook met name door het stikstofdossier bij VVD, lijkt mij. Want dat VVD-congres liet ook zien hoe gepolariseerd dat is. Ja, maar het was niet zo dat daarvoor stond het CDA ook al niet goed voor. Het is niet zo dat precies dat onderwerp het speelt. Maar dit is een onderwerp wat eerder ze nog in een negatievere positie brengt en ze amper naar een positie gaat brengen dat ze vervolgens duidelijk gaan stijgen. En dat is het probleem waar bij de volgende grafiek die ik nog heb. Dat is, wat gaat er in de Eerste Kamer gebeuren in maart? Pieter Omtzigt is dus de grote winnaar in dit overzicht. Ja. Hoe moeten we dat interpreteren? Nou ja, die scoort helemaal steeds hoog. Pieter Omtzigt. Dus daar zie je trouwens van ook kiezers van allerlei partijen. En als hij met een eigen lijst zou komen, dan zou dat bijvoorbeeld de BBB al 35% van de zetels kosten. Alleen de vraag is, gaat hij wel met een eigen lijst komen? Het ziet er nu niet naar uit dat hij dat gaat doen bij de Provinciale Staten. Maar hij scoort het hoogst. Hij zou in zijn eentje de grootste partij kunnen zijn. Waar komt dat succes vandaan, denk je, bij Omtzigt? In jouw peiling bedoel ik dan. Is dat onderbouwd vanuit de mensen die dat hebben ingevuld? Ja, nou, we zien het eigenlijk al een hele tijd. Mm. Ja, dat is gewoon omdat hij relatief onafhankelijk steeds de vinger op de wonden legt. En ik denk, ja, en dat merk je met Caroline van der Plas eigenlijk ook. Met een iets andere invalshoek. Maar dat mensen eigenlijk liever een soort opstelling willen hebben die eigenlijk niet meer politiek lijkt, maar gewoon meer gezond verstand lijkt dan mensen die toch met meel in de mond praten, als ze van de ene partij zijn of van de andere partij zeggen, nou, we zijn eigenlijk tegen CETA, maar politiek gezien maken we toch deze keuze. Mm. En ik denk dat steeds meer mensen toch daar een beetje genoeg van hebben. Mm-hmm. Nou, misschien vertrouwen ze ook Rutte en Kaag niet meer zo. Ja, dat is zeker zo. Ja. Dat het vertrouwen aan het afnemen is, dat blijkt ook uit die scores. Ja. En dat is voor het hele politieke stelsel natuurlijk heel erg. Want je ziet eigenlijk ook een grote versplintering in die kamers. Ja, hoe je bijvoorbeeld, stel dat de Tweede Kamerverkiezing dit de uitslag was, niet dat dat zo zou zijn, hoe je daar überhaupt een kabinet van vormt, zou ik niet weten. En het ingewikkelde is, vervolgens krijg je een Eerste Kamer waar je ongeveer ook meerderheden moet proberen te krijgen. Nou, als deze peiling van net de Eerste Kamer resultaat zou gaan worden, ja, dan wordt het helemaal lastig. Ik heb het even het sommetje gemaakt. Nogmaals, het is niet een Eerste Kamerverkiezing geweest in Uitsland. Maar stel eens voor, dan zie je in de eerste kolom de huidige verdeling van de Eerste Kamer. Dan zie je de regeringscombinatie met 32 zetels. En je hebt er 38 nodig voor de meerderheid. Dat is de helft van de Tweede Kamer. Mm-hmm. Dan heb je ziet GroenLinks en Partij van de Arbeid. Ieder van die partijen kan zorgen dat de huidige regeringscombinatie meerderheid krijgt. Wat dus wellicht gebeurt met CETA, met Partij van de Arbeid. Maar ik heb er aangegeven, nou, met de huidige peiling, als je die een beetje zou vertalen, zou de regeringscombinatie naar deze 26 zetels komen. Stel. En dan GroenLinks en Partij van de Arbeid zouden op dit moment om 12 staan. Dan zou die combinatie alleen al net 38 zijn. Maar het betekent nog iets anders. Het betekent eigenlijk dat terwijl nu de regering nog een beetje kan bijsprokkelen om naar die 38 te komen. Misschien doet SGP mee en misschien krijg ik er nog wat bij. Als dit de uitslag ongeveer zou zijn, dan betekent het dat bij elke maatregel vanaf volgend jaar mei, want dan heb je de Eerste Kamer in een samenstelling, eigenlijk de regering altijd met de met de hoed in de hand naar de GroenLinks en Partij van de Arbeid moeten om toestemming te vragen voor wat ze ook doen. En dan heb je eigenlijk de facto een regering die bestaat uit CDA, ChristenUnie, VVD, D66, PvdA en GroenLinks. Ja, Maaike, nou, dit ziet er niet heel, heel goed uit. Als PvdA voorstemt, dan is er een meerderheid voor het CETA-verdrag.
Nee, ja. Nee, maar ik bedoel, kijk, dat kan morgen. Dat is dan pas. Dit is pas in mei volgend jaar. Wat wel gebeurt, is dat daarmee de electorale positie van VVD en CDA nog slechter wordt. Want ze zullen in nog meer onderwerpen dingen moeten gaan doen die hun eigen aanhang niet graag wil. Zoals we nu eigenlijk ook met stikstof zien. Mm. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, hoe je dan in dat soort situaties 2025 haalt met dit kabinet, ik kan me dat niet voorstellen. Op zich, als je niet tevreden bent met deze regering, dan zou je zeggen van, oh, nou ja, prettig, want ze halen maar 26 zetels in de Eerste Kamer volgend jaar. Maar ja, als ze dan nog meer over links gaan, met PvdA en GroenLinks, dan ben je eigenlijk nog minder tevreden over. Het ligt eraan voor wat je eigen invalshoek is. Ja, okay. Maar het is nog een feit dat als PvdA voorstemt voor het CETA-verdrag, dat het er gewoon komt. Ja, nou ja, kijk, dat hangt er vanaf welke redenering je volgt met de grondwet. Kijk, als het in strijd is met de grondwet, ja, dan zou het dus niet voldoende zijn. Maar ik denk dus ook dat ze... Ja, maar dan moet dat wel weer eerst juridisch aangevochten worden. Precies. Als het dus als ze toch gewoon met een gewone meerderheid vaststellen, dan moet je naar de rechter om daar verder dan een stokje voor te steken. Absoluut. Ja. Ja, maar als je gaat nadenken voor wat voor uitdagingen we met in de politiek staan in de komende jaar, wat ons allemaal op ons afkomt, rondom de economie, rondom prijsstijgingen, rondom energie enzovoorts. En je hebt eigenlijk dit soort uitslag waarbij een regering eigenlijk geen manoeuvreerruimte meer heeft en ook intern een soort verdeeldheid hebt, wat nu eigenlijk D66, VVD en CDA aan de andere kant. Ja, dan heb je eigenlijk een totale verlamming in je bestuur en neemt het wantrouwen alleen nog maar verder toe. En hoe je het ook bekijkt, van welke invalshoek je het ook bekijkt, dit is gewoon een dramatische ontwikkeling. Nou, voor de D66-kiezer zou het wel prettig zijn als ze dan over links gaan in de Eerste Kamer elke keer. Want je zit dan met een vrij conservatieve CDA nog en VVD. Ja, maar ik kan me gewoon niet voorstellen dat als dit ongeveer de uitslag zou zijn, dat dan CDA en VVD nog 2 jaar lang, als het ware, het beleid gaan uitvoeren wat D66, PvdA en GroenLinks willen. Ja, precies. En GroenLinks die wil dus eigenlijk geen CETA-verdrag. Is er dan geen wig wat er gedreven wordt? Formeel mag binnen een fractie mogen ook mensen verschillend stemmen. Het hoeft niet te zijn dat er één fractiediscipline is. Nee, maar verwacht je dat ze dan nog wel gaan samenwerken? Nou ja, precies. Er waren wel heel veel Twitterberichten daarover van dat het toch eigenlijk niet echt een gezonde combinatie is zo met PvdA en GroenLinks. Want als je dus nu al voordat de combinatie start al zo overhoop ligt over een heel cruciaal onderwerp, dat wil dan toch eigenlijk wel zeggen dat je toch niet echt op één lijn zit. Mm. Maar als je het machtspolitiek bekijkt, als je deze uitslag ziet aankomen, dan zou ik, als ik GroenLinks en PvdA ben, wel met elkaar gaan doen. Ja. Want met elkaar heb je een veel machtiger positie dan een regering zoals nu. Dan verlogen je achterban. Net zoals al die andere politieke partijen. Ja, maar dat blijkt toch niet altijd het grootste probleem te zijn. Maar dat gaan mensen toch wel onthouden. Ja, maar je merkt toch bij verkiezingen dat, zeker bij Tweede Kamerverkiezingen, dat het zal echt niet zijn dat in maart volgend jaar CETA een belangrijk onderwerp zal zijn bij die verkiezing zelf. Er zijn namelijk zoveel onderwerpen in de tussentijd. Maar voor zoiets fundamenteels? Ja, maar dat is het fundamentele in ons systeem. Waarom versplinteren we zo? Juist door dat. En waarom? Ja, en wat gebeurt er? Wat ook volgens mij problematisch is, het versplintert. Je ziet aan die rechterkant, hè, de partijen die PVV, nu BBB, Forum enzovoorts. Dat zijn best een behoorlijk blok. En dat blok wordt standaard genegeerd als regeringsformatie gebeurt. Dus het betekent dat die groep kiezers, even los van wat je inhoudelijk van elk van die partijen vindt, maar die groep kiezers worden steeds meer teleurgesteld omdat ze zich niet vertegenwoordigd voelen door een regering. En daardoor worden die partijen nog steeds meer, kiezers worden steeds meer aangemoedigd om op die partijen te gaan stemmen. En binnen die VVD en CDA heb je nogal wat kiezers die bijvoorbeeld niet achter de stikstofplannen enzovoort zijn. En doordat daar blijkbaar, althans tot nu toe, geen compromis uitkomt, gaan die ook zeggen, ja, misschien ga ik niet meer stemmen. En dan kiezen ze vanuit die andere. En dan is bijvoorbeeld BBB op dit moment het redelijke alternatief. En Omtzigt, als hij een partij zou starten. Als hij een partij zou starten, dan is het all bets are off. En dan krijg je een hele andere situatie. Maar want dat electoraat, als ik nog een vraag mag stellen van CDA, wat nou zo klein is geworden, zijn die allemaal naar BBB
En omzicht gegaan in die peiling die je toen een maand geleden had? Of, ja, maar die peiling... mensen vragen waarom zet je omzicht niet op de lijst. Standaard bij de peilingen doe ik alleen partijen die zich echt aangekondigd hebben. Mm. Dus BVNL wel. Mm. Maar omzicht heeft dat nog niet gezegd. Ja. Maar ik heb wel af en toe... Wat ik expliciet zeg, maar stel dat omzicht meedeed, wat zou de uitslag zijn? Nou, dat zou omzicht bij far de grootste zijn. En ik weet per partij hoeveel van de mensen zeggen, ja, dan zou ik dat stemmen. Bijvoorbeeld bij een derde van de kiezers van BBB nu zeggen, als omzicht met een eigen partij komt, ga ik dat stemmen. En bij alle partijen weet je ook dat soort cijfers. Ja, ja. Tot slot, Maaike. Zijn de messen al geslepen voor als het CETA er komt? Ga je het dan juridisch aanvechten? Zeker, zeker. Tenminste, als ik de kans krijg, zeker. Hoezo als je de kans krijgt? Nou ja, weet je, het is natuurlijk ook zo dat... ja, het is natuurlijk wel een avontuur. Hè? Zo'n soort procedure starten over zo'n complex verdrag als het CETA-verdrag. En niet iedereen zal dat zomaar aan de hand willen halen. Dus of zo'n proces er ooit zou komen als het CETA-verdrag wordt goedgekeurd... Dat weet ik nu niet. En nou ja, we gaan het zien. Maar kijk, persoonlijk heb ik wel zoiets van... ja, ik zou het wel willen bekijken van... Goh, wat zal de rechter daarvan vinden als die 2/3 meerderheid niet is gehaald? Wat vindt de rechter daarvan? Ik denk, nou, daar zou de rechter best wel eens een streep door kunnen zetten. Nee, je hebt in elk geval Henk Otte al aan je zijde. Ja, precies, ja. Dank jullie wel voor het beantwoorden van alle vragen.